Ja, we zijn hier op het complex van Luktor het in Mergel. Van Luktor het in Mergel. En er mag hier nog getennist worden. Zeg, gisteren zijn er weer allerlei maatregelen afgekondigd. En wat mag er allemaal nog wel en wat mag er allemaal niet? Kun jij ons daar iets meer over zeggen? Nou, in principe mag er nog vrij veel. Je mag vrij spelen. Het enige wat niet meer mag is natuurlijk in de wedstrijdvorm de competities afmaken. Die zijn gecanceld. En dat is landelijk. Dat heeft iedereen gisteren al meegekregen van de heer Rutte. En ja, trainen mag ook nog gewoon. Dus dat ligt ook niet stil. Er wordt alleen vandaag nog wel uitgezocht of wedstrijdvorm in dubbelvorm nog plaats mag vinden. Maar dat zal wel goed komen. Dat zal wel goed komen. En als we straks de hal ingaan, want hier zijn ze nog buiten aan het spelen. Hoe gaat het dan? Nou, in principe gaan we op dezelfde manier door. We hebben de laatste training hier buiten ook afgerond. Dus we mogen gelukkig de hal in. Alles is daar gereserveerd. En dan gaan we even vanaf maandag beginnen. En ja, in ieder geval de eerste 4 weken. En dan hopen wij dat wij mogen blijven. Dat hangt van heel veel af. Ja, want tennis is behoorlijk coronaproef te spelen. Wat hebben jullie de afgelopen tijd allemaal al in het werk gesteld om het zo coronaproef mogelijk te laten verlopen? Nou, de vereniging was natuurlijk al coronaproef. Dat is in het protocol van de KNTB, een aantal richtlijnen die we hebben gevolgd. Op de baan natuurlijk ook. Hè. Als je kijkt, als een wedstrijd is geëindigd, hoe ze elkaar feliciteren of niet, is natuurlijk ook geen contactsport. Hè. Dus we houden ons volledig daaraan dat het wel haalbaar is. Ja. Tennis, dat gaat heel lang door. Dat is ruim 1,5 meter. Dus dat moet ook zeer zeker mogelijk zijn in dubbelvorm, in wedstrijdvorm, wat mij betreft.